daar, lieve mensen. Hier ben ik, jullie meestervlogger Melissa Drost. Zonder Alkan Çüklü vandaag. Dit is de derde vlog. Welkom. Ik en Alkan gaan jullie vandaag meenemen. Jullie krijgen wat flarden van reportages te zien, die jullie natuurlijk weer terugvinden in het magazine. En wat nou zo leuk is, is dat bij een aantal reportages in het magazine een QR-code staat die je kunt scannen. En dan kun je de rest van het beeldmateriaal bekijken. Dus in deze vlog zien jullie hele kleine stukjes. Als je nou straks het magazine in handen hebt, scan je die code en dan kun je het hele filmpje zien. En dat is erg leuk. Ik ga vandaag ook op pad. Ik ga iets heel spannends doen. Dat zien jullie ook nog wel terug. En voor nu geniet van de heerlijke beelden. Dag allemaal. Ik ben zenuwachtig. Ik vind het echt spannend. Oké, let's go. Ja. Volgens mij komen ze dus straks allemaal uit. Worden we hier gewoon. Nee, je mag ook ruilen, maar levend dit is wel lekker van als je weer. We shall see. Ik ga de boel hier allemaal goed dicht doen. Nou, mij is dus verteld dat de ene Ferry Doedens op dit moment aan het werk is. En ik ga even kijken. Ik hoorde al iets vallen. Yes. Ja, daar is hij. Hey Alk. Hey Fer, hoe gaat het tot nu toe? Nou, ik moet zeggen dat het hartstikke leuk is. Ik heb natuurlijk vroeger altijd in de horeca gestaan, maar het is zelfs een keer een beetje terug ben ofzo. Ja? Ja. Oh nice, ja, het gaat je ook wel goed af. En je bent zo vrolijk, energie, het spat. Echt? Je bent breed ook. Ja, maar je ziet het gewoon, echt? Jezus. Lekker. Hey Fer, kan ik iets bij je bestellen? Ja, zeker ook. Nou, ik wil heel graag een cocktail van jou. Kan jij een cocktail maken? Wat wil je? Wil je een Pornstar Martini? Wil je Sex on the Beach? Wil je Love Island? Doe maar een mix, kan dat? Oh, wacht. Al het drank zit helemaal beneden. Moet ik kijken. Oh. Yes, of course. Nou, ik moet echt zeggen, Fer, het is echt heel lekker. Nee, serieus. Yes, Ferry, doe dat. Oh, je bent veel langer dan ik. Wacht, ja, oh. Ik ben zo. Heel niet. Kan ik bukken? Nee. Ja, nee, niet bukken. Oh, buk je nu? Ja. Nee, niet doen. Dat maakt het niet uit. Nee, zo, dat van onder. Nee, niet bukken. Nee, niet doen. Je bent langer. Zo. Maar hoe vond je het, man, vandaag? Nou, ik moet zeggen dat ik het, ik weet niet, maar ik vind het horeca en hotels, ik vind dat gewoon heel lekker. Ja. Ik kom er ook altijd op rust. Ik woon natuurlijk hier gewoon in Amsterdam-Oost. Mm. Maar soms boek ik wel eens een keer een hotelletje in Zaandam of Almere. Ja, dat kun je lekker om te doen, hè? Gewoon om even tot rust te komen. Oh, heerlijk. Zullen we het afsluiten, Fer? Ik moet kijken, jij bent natuurlijk de hoofdredacteur van deze show. Ja, precies. Van het magazine. En ik moet zeggen dat ik jou wil bedanken dat ik dit mocht doen. Oh, natuurlijk. Geen probleem. Nee. Dankjewel, topper. Dus hartstikke leuk, man. Dankjewel. Ik hoop je wel over 5 jaar ooit, of over 10 jaar, in je eigen horeca gelegenheid. Ja, dat is eigenlijk wel een soort van droom die ik heb. Oké, zullen we gewoon afspreken? Zullen we 10 jaar, binnen 10 jaar geven? Ja, kom je dan een keer langs? Zeker. Volgens mij moet ik een drankje maken. Oké. Ciao. Yes, lieve mensen, dat was Ferry Doedens. Hij gaat even een drankje maken voor de gasten. En ik ga het afsluiten. Ik vond het super tof dat hij dit heeft gedaan. En mocht je meer willen zien, check alle vlogs. En het was een geweldige shoot. I love jullie. Tot snel. De dag is aangebroken dat de zomer van de reportages worden gemaakt met Vincent, met Stephanie en met Caroline. En dat wordt helemaal legendarisch, want ik ga jullie vandaag even meenemen hoe dat allemaal precies gaat achter de schermen. Maar je begint natuurlijk de dag niet zonder koffie. Oh yes, super gezellig. We lopen nu door de gang van goede tijden, slechte tijden. Altijd super spannend. Dun. En dit zijn de spullen van Stephanie. En kijk, uiteindelijk. Dit waren de spullen van Mimang Vincent. Kijk hoe mooi het eruit ziet.
Ach, en die voet, dames en heren, die voet is van mij, dan weten jullie dat. Ik zit in verschillende reportages verborgen. Kijk eens jongens, dit is van Stephanie. Kijk hoe mooi het eruit ziet. Backstage. Wederom in deze shoot zit er ook weer een kijkersvraag. Met welk item is van Alkan? En het kaartje, het ticket voor open air is van Stef. Alleen mijn telefoon zit ook weer in de shoot. Kijk eens. Yay! Ja, Stef, je hebt dit als object meegenomen. Ja. Yeah. Dus we verwachten nu ook 100% inzet. Zou ik het uitleggen? Ja. Hallo allemaal, mijn naam is Stephanie van Eer en welkom bij Hoe los ik een Rubik's Cube op. Wat vind je van de foto? Heel erg mooi. Ja? Ja. Oh, dat vind je echt goed, de foto gaan. Top. Shout-out. Oké, doei. Doei. Hey, Melis. Hi. Hallo. Ik moet even scherp zijn. Wat ben je bruin? Ja. Ja. Waar, ja. Bruiner dan jij. Ja, klopt. Hey, wat zijn we aan het doen hier? We zijn vandaag de gast bij FNL, de uitgever van het magazine. En we mogen een beetje meekijken. Is dit fijn? Ja, ik dacht, voor de kijker misschien. Ik word er zelf zeeziek van. Oké, ik ook. Kijk, ja. We zijn de kapper aan het ontwerpen. Nou, we zijn helemaal naar Nijmegen gereden en met de vormgeving even bekeken. En we zijn eigenlijk best wel tevreden. Ja. Oh ja, ik moet daarin kijken. Ja, ja. Exact, hallo. Ja, het wordt mooi. Ja, en we zijn blij met de kleuren. We hebben eigenlijk voor het eerst ook foto's echt gezien van de acteurs. En van onszelf hebben we gezien. Nou, wat we eigenlijk hebben gedaan is, kijk, zoals je hier ziet, eigenlijk moet je bijna dit, is het scherp, dit, bijvoorbeeld bepalen waar alles moet staan. Dus wat voor lettertype, wat nog meer, hoe ver de lijntjes van elkaar afstaan. Ja, elk kleinste detail wordt besproken. Ik denk dat het allemaal vanzelfsprekend is, maar dit, nee, alles is gekozen. Oké. Nou, thanks voor het kijken. En tot ziens. Doei. Oh, what a day. Dus lieve mensen, dit is einde van vlog 3. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. In vlog 4 gaan wij de mensen laten zien dat die af is. Dus dan gaan we alle acteurs langzaam... Wow. Nog een keer. Dan gaan we samen met Melissa alle acteurs langs om een GTST magazine te geven. En ik moet je zeggen, ik heb er zo ontzettend veel zin in om het ook te zien. Dus dat is nog even een cliffhanger, hoe het eruit komt te zien. Dus ik hoop dat je hebt genoten van deze vlog. En like, abonneer, schrijf een reactie eronder wat je van deze vlog vond. En yes, we houden van jullie. Oké, tot de volgende vlog 4. Ciao!